Dat is helemaal niet verkeerd. Dus daar wilde ik een ander plekje voor verzinnen, dus ik ga eens kijken wat leuks in elkaar kan vinden. Als we wegrijden, je ging een koeling aan. 17 graden buiten. Luistervinkje zou willen hebben, zou ik een kootje kopen, Sven? Zou ik een vogeltje in doen, zou ik een bordje boven hangen? Luistervinkje. Goedemorgen deze vrijdag, deze mooie vrijdag. Het zonnetje schijnt, de lucht is strak. Vanochtend, ik ben al een tijdje beneden. Heel druk bezig. Vanochtend was het nog een beetje bewolkt. Het doet wel een beetje waaien. Maar inmiddels trekt het helemaal open. De lucht is blauw. Dus ze geven natuurlijk ook voor het weekend weer hartstikke mooie temperaturen op. Laten we hopen dat ook het zonnetje erbij te zien is. Je horen, koffie staat klaar zo aan. En ik ga gewoon hard aan de slag. Ik heb een lange to-do-list. Knullen komen vanavond. Dus ik moet ook het een en ander in huis doen. Gebruikelijk natuurlijk. Maar zoals de wc's gaan maken, badkamer schoonmaken, moet de vaatwas leeghalen, ik moet wassen. Boven alles stofzuigen, trapstofzuigen, hier beneden stofzuigen. Dus druk, 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 druk. Maar dat kan de pret niet drukken. Tussendoor ga ik ook nog een beetje proberen te editen. En dan komen we vanzelf de dag door. En daarnaast natuurlijk ook even lekker van het zonnetje genieten. Want daar word ik altijd helemaal blij van. Maar de vaste kijkers weten dat. Dus ik ga dus even de achterdeur ook open doen. Laat ik eens even voelen hoe het buiten is. Misschien dat ik dan dat bakje koffie wel eens even lekker buiten in de tuin ga doen. Lijkt me een heel goed plan. Maar ik wens jullie vanaf deze plek in ieder geval een hele fijne dag. En het is de laatste dag, dan is het weekend. Yes, 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 yes. Ik zie jullie gewoon later. Fijne dag allemaal. Het is helemaal niet verkeerd. Lekker gedoucht, aangekleed. Inmiddels is de nacht ingetreden hier. De zon is helemaal weg. Gelukkig dat ik vanochtend eventjes lekker in de tuin heb kunnen zitten. Ik heb er in ieder geval even lekker van genoten. Dat is het voordeel als je wat opruimt. Dan zie je weer dingen liggen waarvan je denkt, hey, daar kan ik misschien wat mee. Onder andere met dit. Een kaars, drie molletjes. Wat herfstbladeren en die snoer die ik heb gekocht bij de Action. En dit bakje stond in de keuken. Ik dacht, ja, die snoer die ligt nu onder de televisie. Dat is niet handig met stof afnemen. Dus daar wilde ik een ander plekje voor verzinnen. Dus ik ga eens kijken wat leuks in elkaar kan vlanden. Aangezien mijn nagels er op dit moment zo uitzien, zal ik het jullie niet aandoen om dat met mijn handen te laten zien. Ik kan nergens mijn aceton vinden. Ook niet in de tas, want daar stond hier 19 keer in het hoekje. Ik denk dat ik hem ergens mee naartoe heb genomen en hem niet meer mee terug heb genomen. Dat doen we wel als in mijn tas, als ik ergens heen ga. Maar helaas. Dus dan moet ik vanavond even met de boodschappen even nieuwe meenemen. Dus ik ga het even zelf doen. En dan laat ik jullie zo meteen het eindresultaat zien. Tot zo! En dit is het eindresultaat. Leg je op tafel. Nu vanavond lekker aan. Maatje, niet te groot, niet te klein. Perfect. Zo, ga ik voor de tweede keer met het jasje naar buiten. Ga maar even een jasje aandoen, denk ik. Troepjes hier weer opruimen. Nu moet ik mee met de huishoudcoach. En dan moet ik ook alles weer netjes achter ons rond opruimen. Mij lukt het wel aardig. Ik ben heel benieuwd hoe het van het weekend gaat. Maar ja, wasmachine is eraan. Ik heb de badkamer al gedaan. Ik heb allebei de wc's al gedaan. Nog lekker even stofzuigen. Trapstofzuigen. Kamers van de knullen stofzuigen. Maar dat doe ik altijd laat. Want ja, aangezien dat soort moormonster gewoon heen en weer blijft lopen.
doe ik dat altijd zo laat mogelijk. Vaatwassen doe ik vanavond tijdens de vetpot even uitruimen. Ik ga kijken of mijn video uitgerenderd is. En gelijk even een thumbnailtje maken. Als ik terugkom van Chester uitlaten. Dus, wordt vervolgd. Zie jullie straks. Ik denk als Willem thuis is. Zo, inmiddels een aantal uurtjes later. Wij hebben de weekboodschappen al gedaan. Ik heb hier de totaal al van de week. We zijn op vrijdag geweest natuurlijk, omdat de knullen er nu zijn en omdat we brood moesten hebben. Ik ga nu de boodschappen opruimen. Juri had al lekker de frituurpan aangezet om boodschappen aan het doen zijn. Ja jongens, het is donker buiten, dus in de auto valt bijna niet te vloggen. Dus we zijn even snel heen en weer geweest. Zometeen, als dit opgeruimd is, dan gaan we aan de vrijdagavond vetpotavond beginnen. Jij, Fabio? Wat raar is, het is heel de middag al een soort van fris. En nou komen we net de supermarkt uitlopen, dat is gewoon een soort van zwoel. Voel je dat? Dus vanaf we wegreden ging een koeling aan. Dat is waar, 17 hè? 17 graden buiten. Ja. Echt alsof die knop omgezet is. Ja, moes. Kipkooi. Mexicano. Jongens, geen ijs voor onze een wijntje. Oké. Ik wil een wijntje open draaien en een wijntje pakken. Kijk of ik dat kan. Dank u. Meneer, ik zet een wijntje in. Dat is toch mooi. Wil je proosten of... We gaan een beeld komen. Ja, denk ik van haar staan, want... sta ik in de weg. Proost. Dat het maar een rustig weekend mag zijn. Rustig. Rustig? Ja. Geen storing zien, dus je hoeft niet naar je ouders. Geen voetbal. Dus relaxed. En hij sterft van de pijn in zijn rug. Dus gisteren had hij al last van zijn been. En nu strekt hij vanuit zijn stuitje naar beneden. Dus, hè? Kruid. Kruid, ja. Vandaag ga ik relaxen. Morgen lekker uitslapen. Ja, toch? Nee, vorige week. Het weekend daarvoor. We zaten voor de Formule 1 zoals vroeger. Ja. Er zijn nog steeds geen pillen liggen. Nee, maar geen pillen. Hoezo vind je het niet zo raar? Dus of je gaat ze nu zelf uit de rugzak halen. Ja, ik heb geen school die je kan brengen op een pilling. Dus je gaat het nu gewoon uit, omdat je vader al bij je vraagt, ga dat gewoon doen. Nee, maar ik weet niet hoe het gaat, als we ze niet hebben, want dit is de morgenochtend ook. Dus vraag je nog één keer heel lief, heel beleefd, zou je nu je pillen willen pakken? Zo niet, ga ik echt nu naar boven bij je rugzak. Ja. Maar is dat voor 2 dagen of niet? We hebben geen school die ik kreeg namelijk een WhatsAppje dat door de week de school, want zo veel op school ingeroepen moet worden. En wat hij thuis niet doet. Nou, ik doe het dus op deze manier. Toch? Het niks te doen. Als die 18 is, heb je ook. Je gaat werken, heb je eigen spullen. Wil je Sven? Nee? Maar je vader en ik zijn één, dus. Niet zo'n grote mond, Sven. Hete lucht naar buiten. Weet je het nog met de kastjes vlees? Nou? Ja. Ik heb je tot aan de paard. Ik heb hier een gevoel. Ik moet eigenlijk een huis, dus dan voor de en de pappen. Ja, maar ik denk dat je het alleen maar.
Sorry. Ik kom erbij hoor. Nou, we zijn met een toppel in, dus ik heb het allemaal in mijn rekening. Dat is gewoon. No worries, toch? Ja. Het is allemaal niet zo erg dat je nou de groep gaat opruimen. Waar laat je het allemaal? Kijk, ik heb al vieze voeding gemaakt, maar dan ga ik het later. In de kast. Nee. Hi. Ja, dus. Het ziet er nou uit dat je gewoon je nachtrust nodig hebt, want zo groot ik ben je niet. Nou, niet door mij. Ook niet. Het is gewoon een kleine moeder om je pik even neer te leggen. Ik wil opstandig doen, maar dan heb je alleen maar jezelf mee te doen. Niet jouw probleem op mij projecteren, Sven. Nu dat zeker dat is één. Ik kwam ze niet goed uit, trouwens. Nee. Maar ik toch wel een lijk. Hij moet niet zijn probleem dat hij de pillen voor iedereen op mij maakt. Daar ga ik toch heen, dan ben ik toch op tegen. Ja, dat kun je doornemen dan. Een luistervinkje zou willen hebben, zou ik een kootje kopen, Sven? Zou ik een vogeltje in doen, zou ik een bordje boven hangen? Luistervinkie. Nou, dit is het ding van Willem. Felix kalfskroket. Een broodje met een viandel, een bamiap, een Mexicano en wat patat. Zo. Dit is mijn bestelling. Een bamiap, kipcorn, kaasvlees, 2 witte ballen en ook een beetje patat. Het gaat aan de knullen. Dus ik zou zeggen, bon appetit. Gaat weer, net als vorige week. Nu ging het goed. Later. Nog even afsluiten van de kop. De Just denkt, hé, ze gaat tegen de camera, kom er gelijk aan. Het hele huis is al in rust. Ik heb een rondje Twitch gedaan vanavond. Supergezellig. Ik heb erbij gekletst van een aantal mensen. Nou ja, wat ik net al zei, het hele huis is al in rust. Ik heb vandaag ook echt een super relaxte dag gehad. Ik had best een lange to-do-lijst. En ik heb eigenlijk alles zo goed als wel afgewerkt. Gewoon op mijn dode gemakkie. Niet heel veel gevlogd volgens mij. Maar dat had ik gewoon even nodig. Ik ga nu nog even snel de hond uitlaten en dan ga ik ook lekker naar mijn mandje. Dus bij deze zeg ik fijne ochtend, fijne middag, fijne avond. Have fun, geniet en tot volgende keer.